Hi iedereen, leuk dat jullie me kijken. Ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie en vandaag is die met de Primark. Want ik had weer een hele tas vol met spullen van de Primark. En ik dacht, nou dan is het wel weer leuk om te laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Want jullie vroegen ook na, toen jullie gezien hadden dat ik naar de Primark was gegaan. Ik laat even alles zo snel mogelijk zien. En ik begin gewoon even met spulletjes van Noah die ik gekocht heb. Nou, als eerste heb ik een gewoon simpel zwart joggingbroekje voor hem gekocht, gewoon lekker voor thuis, want hij heeft heel veel leuke spijkerbroekjes en een corduroy broekjes en dat soort dingen. En ik dacht dat deze is wel heel erg leuk om hem lekker thuis te laten dragen. Ik heb een lekker zomers t-shirtje voor hem gekocht en het is gewoon blauw met een beetje rood-rozig en er staat een haaitje hierop en dat vond hij direct, oh er staat een haai op, dat vond hij direct helemaal leuk. Voor de rest heb ik deze schoenen voor hem gekocht, want daarom ging ik eigenlijk echt naar de Primark, want ik moest schoenen voor Noah hebben. Noah, zijn voeten groeien redelijk snel en hij speelt de hele dagen, dus ik heb eigenlijk niet zo zin om de hele tijd dure schoenen te kopen voor hem. Af en toe zit er wel eens een keer leuk dat ik in een leuke winkel dure schoenen zie, maar dan neem ik ze ook zeker wel mee. Maar voor het spelen en op school vind ik dit wel lekker handig, dus heb ik deze nieuw voor hem gekocht, een rode met klittenband en een rits. Ik kan die zelf ook makkelijk aantrekken. Ik heb pleisters voor hem gekocht met superhelden. Vond hij wel heel erg leuk. Nou, een gymschoen heb ik gekocht. Maar ik had al de kaarsen alles afgehaald. En toen paste ik hem bij hem. En deze vielen blijkbaar heel erg klein uit. Dus die zijn al te klein helaas. En deze hele stoere groene met witte lekker zomers. En toch stoer. Een beetje, ja, het is een beetje de camouflage print achter wit. Dus dat vond ik ook erg mooi. Dan heb ik voor mezelf deze slippers gekocht. En lekker neonroze. Ik ben een beetje in een roze periode. Ik heb een leuke roze tas van de Ethos. En ik heb onder andere deze sjaal gekocht daar. En dit is gewoon, ja, dit is net geen fluor neonroze. Het is gewoon een mooie, warme, ja, mooie, opvallende warme roze. En er zit dan een leuke afwerking in aan de zijkanten. Of die loopt door de sjaal heen, waar je net een beetje blauw en een beetje paars en zo doorheen ziet. En ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Ik draag hem ook heel graag. Hij is heel luchtig. Het is nu best wel warm buiten. Het is nou ja, 20 graden zo denk ik. 21 graden. En ik vind hem nu zelfs niet erg om te dragen. Kijk, natuurlijk hou ik het liefst bloot om hier lekker bruin te worden. Maar nu heb ik hem even om hem even te laten zien. Dan heb ik een haardonut gekocht. Maar echt een hele grote. Ik zie altijd wel van die hele leuke haardonuts. Maar ik heb zoveel haar. Zo'n kleine haardonut wil gewoon niet. En nu wil ik deze grote proberen om een keer een hele mooie grote knot bovenop te doen. Hij was 2 euro, dus ik heb ook eentje voor mijn moeder meegenomen. Dan heb ik dit horloge gekocht. En deze was afgeprijsd nu. Die was van 5 naar 2 euro. Ik dacht, het is niet helemaal mijn ding, maar ik dacht wel weer leuk in combinatie met wat roze. En voor de zomer, ik vond het wel een leuk horloge, dus die heb ik ook meegenomen. En die strik je trouwens vast. Het is gewoon stof. Dan heb ik 2 van deze meegenomen. En dit zijn van die soort van tulbanden op die je op je hoofd doet. Als je haar gewassen hebt, kan je haar inwikkelen. En dan kan je met een knoopje kan je hem vastzetten achter. Dus dan, want ik heb met mijn lang haar, dan ga ik op de kop staan. Dan draai ik het erin en dan sla ik hem zo achterover. En dan schuif ik zeg maar het flapje van de handdoek onder de handdoek wat erachter is. Maar dan schiet hij zo vaak weg, dus dan valt die handdoek weer uit mijn haar. En mijn moeder heeft wel eens deze gehad, alleen dan van een ander merk. En dat blijft gewoon super goed zitten. Dus ik dacht, ik wil ze ook even proberen. 1,50, dus ik heb een blauwe en een roze meegenomen. Dan heb ik ook deze meegenomen. Die heb ik al thuis, alleen dan van de Blokker. En het zijn ja, organizers, die je kan hangen in de kast. Er zitten allemaal vakjes in. Kijk, hier zie je wel het plaatje hoe die eruit hoort te zien. En daar hang ik dus mijn sieraden in. Alleen hier zaten een aantal grotere vakken in, waardoor er meer grotere kettingen in konden. Dus die vond ik ook wel even handig om mee te nemen. Dan heb ik nog deze zwarte mooie oorbellen gekocht. Zwart met goud, gewoon veertjes. Heel simpel, maar wel heel erg mooi. En ik heb deze sloffen gekocht. Ik weet het, ze zijn oerlelijk. Ik vind de kleur ook echt niet mooi. Het is totaal niet wat ik normaal gesproken zou denken. Yes, ik zoek sloffen. En ik neem deze mee. Alleen ze zitten zo lekker. En de zwarte waren niet meer in mijn maat. Dus ik dacht, ik moet ze gewoon mee. En ze hebben een harde zool, dus ik kan ook even snel mee naar de tuin lopen om bewijs van de was op te hangen of fiets uit de schuur te halen of noem maar op. Dus ze zijn super handig, super lekker echt. En nou ja, goed, mijn moeder gaat binnenkort ook naar Primark en die zei al, ik ga even voor je kijken. Als ze zwart zijn, neem ik zwart voor je mee. Nou, en als allerlaatste, en daar ben ik wel een beetje een soort van trots op. Ik heb een jurk bij de Primark gekocht. En nou, zoals jullie weten, die mal aan volgen, ik heb een grotere kledingmaat.
En gewone kleding van gewone kledingwinkels pas ik normaal gesproken niet. En ik ben aardig kilo's al kwijt op dit moment. Ik ben nog steeds bezig, dus het gaat hartstikke goed. Maar ik was bij de Primark, ik zag een soort van jurk hangen. Ik dacht, nou, die ziet er zo groot uit, die pas ik volgens mij wel. En ik paste hem en ik trok hem aan en ik paste hem. Dus ik dacht, ik moet hem gewoon meenemen. Het is een heel leuk jurkje. Het is een doorschijnende, ja, tulle-achtige jurk, zeg maar, voile-achtig. En hij is, kijk, zoals je kan zien, hij schijnt echt door. Dus er moet wel echt een jurkje onder en met een legging. Maar hij zit dan hier, dit is de hals, een diepe hals. En er zitten dan mooie steentjes op. En dan hier, zeg maar, dit valt net onder de buste. En dat zit dan een beetje strakker, waardoor het mooi accentueert. En er zit dan nog zo'n ding aan wat je zo hier doet. Nou, ik ben echt super blij. Hij was 12 euro, valt super mooi. En ik dacht echt van, oh yes, ik pas iets aan van de Primark. Dus dat was voor mij echt een soort van, overwinning wil ik niet zeggen. Maar het was voor mij wel, ik dacht van, oh yes. Dat gaf me alleen maar meer motivatie om nog weer door te gaan met afvallen. Maar goed, in ieder geval, dat is een beetje zo half de naaste zijde. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En ik ben benieuwd of jullie nog tips hebben wat ik volgende keer bij de Primark moet gaan kijken. Of jullie denken van, nou, dat is echt wat voor jou. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.